Oké. Goed. Dan beginnen we weer even. Ook nog een beetje kunnen genieten van het mooie weer dan. Oh, ik wel. Ik heb dinsdag 45 kilometer gefietst. Lekker. Delden en omstreken. Oh, dat is een mooi stukje, hè? Prachtig, ja. Kijk. Goed bezig. Ja, nou, het was fantastisch weer, beter weer. Als je van fiets houdt, beter weer kan niet. Nee, dat klopt, dat is wel perfect, hè? Maar nu is het minder aardig. Ja, nu is het alweer een stukje frisser. Ja. Klopt. Wij heffen onze knieën. Oké. Okay. Brengen we zo ook even onze hielen richting de billen. Als we de stoel bij de hand hebben. Ik heb de stoel, ja. Top. Gaan we proberen met de voet de zitting aan te tikken. Vergt ook wat flexibiliteit van onze heupen. Laten we beide voeten weer even aan de grond staan. En dan rollen we eens. Dan gaan we eerst op onze tenen. Dan rollen we af op onze hielen. En probeer de leuning van de stoel alleen te gebruiken als steuntje voor je balans. En niet om jezelf echt mee omhoog te duwen. De voeten dus even plat op de grond. Blijf een beetje in de buurt van de stoel. Strek de benen eens wat naar achter toe. Laat hem terugkomen omhoog en hef de knie. Naar achter. En omhoog.
En we wisselen eens van been. Andere been strekken we nu uit naar achter. En laten we terugkomen. Oké. Top. En zet het been maar weer even terug op de grond. Schud de benen even een beetje los. Oké. Gaan we het soortgelijke doen als wat we net deden. Alleen we maken er iets meer een balansoefeningetje van. Neem een steun op één been. Andere been strekken we wat uit naar achter. En die laten we hier. We proberen in eerste instantie de tegenovergestelde arm ook uit te strekken naar voren toe. Liefst met zo min mogelijk steun aan de leuning. Neem zoveel steun als dat je nodig hebt. Mocht je het nou echt heel erg makkelijk vinden, mag je natuurlijk ook proberen je andere hand ook los te laten. Oké. Netjes, dan blijf maar eens even staan. Hou hem vast. 3, 2, 1. Oké. Goed. Voeten weer even aan de grond. Gaan we het voor de andere kant ook even proberen. Neem nu steun op je andere been. Strek weer uit naar achter. Tegenovergestelde arm. Gaat wat naar voren. Oké, mocht je dit dus weer makkelijk vinden, mag je je andere arm ook loslaten. Netjes. 3, 2, 1. En weer aan de grond. Netjes. Lastig? Ja, ik heb wel voor mij wel. Ja. Balans is een dingetje, hè? Ja. Maar goed, ik mee. Ja, dat maakt niet uit. Oefening bij kunst. Oké. Hoor erbij. Zetten de benen. Zet elkaar. Yes. En we gaan eigenlijk, net als bij een squat, gaan we iets naar beneden met onze billen. Alleen dit doen we iets opzij. We gaan wat omlaag. We buigen wat door onze knie naar de zijkant. Je komt terug omhoog. We gaan de andere kant op. We buigen wat door de knie, zo ver als dat je kunt hebben. En weer omhoog. Oké. Wisselen we rustig af. Zak omlaag. Terug omhoog. Andere kant. Terug omhoog. Top. Netjes. Zak omlaag. Terug omhoog. Super. Terug omhoog. Elke kant nog één keer. Even lekker los. Ik geef je heel veel rust, maar blijf nog wel eventjes staan. Zorg eventjes dat je stevig staat. We gaan nu even wat meer met de armen doen. Dus die strekken we helemaal uit naar boven toe. Zo ver als dat we kunnen. En we doen even alsof we appeltjes uit de boom moeten plukken. Strek uit. Strek uit. Armen even omlaag. We zetten zo eens een grotere pas. Zelf kiezen welk been voor, welk been achter. We wisselen uiteindelijk nog eventjes om. Zorg dat je mooi
stevig staat. Spreiden de armen uit naar de zijkant. En wat we eigenlijk doen, is we leunen een stukje naar voren en een stukje naar achter. Dus de voeten draaien ondertussen ook een klein beetje mee. Naar voren, naar achter. Top. Een soort van alsof we aan het surfen zijn. Rustig naar voren en naar achter en nog eens. Oké, terug overeind. Top. Wisselen we zo eens eventjes om van been. Been wat net achter was, zetten we nu voor neer. Oké. Spreid je armen weer uit naar de zijkant en beweeg naar voren naar achter. Netjes. Voor. Zo. Oké, kom maar eens wel bereid. Goed. Schud alles even lekker los. Dan gaan we even zitten. Gaat goed? Ja. Ik ga zweten. Ja. Het is ook nog wel redelijk warm, dus... Ja. De zon, op deze kamer staat de zon. Oh ja, dan is het helemaal lekker. Ja. Oké, we gaan wat voor in onze stoel zitten. Benen zetten we ietsje uit elkaar. En wat we doen? We gaan met onze armen eerst helemaal omhoog, strekken onze rug op. En vervolgens gaan we wat met onze armen tussen onze benen. En we terug omhoog. Dus je strekt helemaal op. En je gaat helemaal naar beneden. Oké. Nog eens. Strek op. Terug omlaag. Omhoog. En omlaag. Nog een keertje. Omlaag. Strek uit. En laat de armen rustig zakken. Okay. Hebben jullie ook de gewichtjes bij de hand toevallig? Of flesjes water? Ik heb wel gewicht. Ja, heb ik. Moet ik inpakken? Ja, is goed hoor. Kunnen de gewichtjes hiervoor gebruiken? Mocht je nou toch denken van dat is te zwaar, mag je het natuurlijk ook gewoon zonder doen. Ja, super. Dus we blijven gewoon, gewoon lekker zitten en houden onze gewichtjes of flesjes houden we vast. Eén in elke hand. En we strekken zo meteen een been uit naar voren toe. Samen met de tegenovergestelde arm. Die strekken we ook uit naar voren toe. Dus ook even een stukje coördinatie weer gekruist. Vervolgens trek je je been in en je arm ook. Andere been gaat naar voren, andere arm gaat mee. En terug. Oké. Strek uit. Zet terug. Zo. Yes. Oké. Netjes. Gaan we ietsje meer tempo inbouwen. Netjes hoor. Zo. 3,
2, 1. Rust. Oké. Okay. Goed te doen deze. Ja, ik val mij steeds op het coördineren met links, rechts en dat soort dingen. Ja. Dat gaat moeilijk. Ja, daar moet je even bij concentreren als je dat doet, hè? Ja, heel erg concentreren. Maar goed. Houden de gewichtjes nog even vast. Blijf mooi rechtop zitten. En we proberen onze armen zijwaarts omhoog te strekken. Tot ongeveer schouderhoogte, net iets eronder. We kunnen ze terug laten zakken. Strek uit. En laat het terugkomen. Oké, nog eens. Rustig terug. Mocht je dit nou heel zwaar vinden, kun je het natuurlijk zonder gewichtjes doen. Of je tilt je armen iets minder ver op en laat ze dan weer zakken. Zo. We doen nog twee keer. Eentje. En rust. Laat de armen maar even lekker hangen. Gewichtjes gaan eventjes aan de kant. Yes. We blijven nog steeds wat voor in de stoel zitten. Handig om de benen weer heel iets uit elkaar te zetten. Wat we zo eigenlijk doen. Draai de stoel een beetje voorbij. Dus we gaan naar voren. En naar achter. Dus naar voren. Naar achter. Dan trek de armen daarbij ook in. Het is een beetje een soort roeibeweging. Dus naar voren. Naar achter. Goed zo. Zorg dat je je buikspieren goed aanspant. En daarbij niet vergeet om rustig door te ademen. Super. Zo. Nog twee keer. Eén keertje. Super. Netjes. Benen. Dan zetten we weer een klein stukje uit elkaar neer. En dan gaan we zo meteen eigenlijk weer doen alsof we in een soort van onzichtbare doos moeten stappen. Dus we moeten echt over een rand heen. Voeten zetten we erin. Vervolgens zetten we de voeten er ook weer uit. En weer terug. Zwaar vinden, kun je ook weer wat aan de onderkant van je stoel, kun je weer wat vasthouden. Kost het jou iets minder kracht op de buikspieren. Super. Rust. Oké. Okay. Mag je zo meteen weer vasthouden aan de zitting of gewoon lekker loslaten. Wat je mag doen is om en om een been rustig uitstrekken naar voren, tenen wat naar je toe trekken en weer terugzetten. Strek je knie, tenen naar je toe, zet terug. Andere kant. Tenen naar je toe.
jaar terug. Zul je ook wat voelen in je kuit? Netjes gedaan hoor. Okay. Komen we zo weer eens eventjes staan. Sta rustig op. Okay. Gaan we wat rekken en strekken. Daar zijn we alweer aan toegekomen. We gaan vandaag ook even lekker de kuiten wat opstrekken. Zet daarvoor een wat grotere stap. En houden heel van het achterste been aan de grond. Terwijl je wat steun neemt op je voorste been. Zul je wat rek voelen op je kuit. Goed zo. Wisselen we van kant. Andere been voor. Hou je hiel weer aan de grond. Toppie. Kom terug overeind. Draaien we even rondjes met onze heupen. Handen in de zij. Houden we wat bredere pas aan. Buig zo ver mogelijk opzij en als het lukt, neem je arm mee. En wissel even van kant. Ga in één keer door. Je kunt lekker voelen rekken naar je flank. Ga nog een keertje terug. En nog eens de andere kant op. Terug omhoog. Draai even lekker rustig met je romp. Armen lekker slap. Even in een neutrale positie. Strekken we weer wat op met onze armen. Zo ver als we kunnen naar achter, schouderbladen naar elkaar toe. Daarna maken we ons wat klein. Armen dicht bij het lichaam. De rug wat krom. Strek weer op, adem in. Armen naar achter. En op de uitademing maken we ons klein. Adem in. En uit. In. En uit. Eén keer diep in.
en uit. Goed. Was hem voor vandaag. Goed gedaan. Nou. Tot de volgende keer.